Welkom bij mijn kanaal Fat Danny Lange. Mijn naam is Mildred Lee. Ik was bezig met vertellen en ja, je weet wel, ik werd opeens gestopt door mijn mobiel zelf tijdens het opnemen. Dus ik ga nu even een hek laten zien. Kijk, sommige witte doilies zijn al mooi op zich, maar ik pak gewoon, wacht, ik zet hem even op bestand. Maar dan, ik had misschien wel zo'n nekding moeten pakken, was niet zo handig. Ja, zo. En dan ga ik bijvoorbeeld bij die besjes ga ik dan, oh, misschien was dit niet zo handig geweest. Ik pak even die andere, deze. Zo. En dan doe ik zo. Al die rondjes ga ik dan. Inkleuren. Dat heb ik bij een van die sneeuwmeel gedaan. Die heb ik dus, daar heb ik geen videootje van gemaakt. Want ik dacht van ja, anders. Kan die gelijk, als die mij volgt, want dat weet ik niet. Ik krijg niet alle namen door degene die mij volgen. Dat als die mij volgt, dan weet hij gelijk wat ik dus in zijn sneeuwmeel gemaakt heb. Dus ik dacht van, lijkt me niet zo handig om dat een filmpje van te doen. Ik moet die dikkere, kijk deze stift. En dan doe ik bijvoorbeeld de blaadjes dan. Oeps, volgens mij ging de dop. Oei. Gelukkig opgevangen met mijn benen. Ook zo. En dat zijn dan de plaatjes. Nou, dat is gek, hè? Weet je, het oog is opeens veel leuker. Dan, weet je, dan verbind ik gelijk alles dan, weet je wat. Ik zie gewoon dat ik hier, kijk, verbind ik ze maar dan met elkaar. Wordt het ook meer een beetje een geel. Dus dan dit. Pak mee. Ik hoop dat je het kan zien, want ik zie het niet. De stand zit iets, een beetje ver van mij vandaan. Dus ik kan niet zo goed zien of ik het wel of niet goed doe. Ik zie, als ik naar links kijk, dat ik het wel goed doe. Maar of je het kan zien? Oh ja, jawel, ik kan het zien. Okay. Maar niet, het zou veel fijner zijn geweest als ik zo'n nekding had. Maar dan moet ik weer opstaan. Ik heb geen zin om op te staan. Kijk, en dan. Dit is dan een voorbeeld. Oh, wacht. Waar zit de. Oh, hier. Dat is een blaadje. Ja, je moet het toch goed doen. En dan wordt het dan. Dan maak je gewoon één geheel van. Ben ik ook bijna klaar? Ja, dit is het laatste. Kijk. Waar zit. Oké, dit is ook een blaadje. Ja, ik moet wel kijken waar ik heen ga. Kijk. Zie je? Dan krijg je, dan wordt het opeens net als een echte lees. Omdat het nou lekker gekleurd is. Nou, ik zit gewoon onzin uit de kramen. Oké, pakken we gewoon even een andere. Deze dan. En dan pakken we niet meer deze kleur, want ik had deze kleur gebruikt. Zo. Deze nummers, dat zijn eigenlijk de watercolor markers. Zet ik even terug in mijn bakje waar al die andere kleurtjes zitten. En dan pak ik, ik wil eigenlijk meer een oranje, maar ook niet zo hard. Ik was eigenlijk een verhaal aan het vertellen over mijn zoon, maar ik denk dat ik nou, mijn train of thoughts zijn opeens bij doilies, gek genoeg. En dan kleur je al die bloemetjes dan oranje. Maar ik heb nou opeens, plots heb ik opeens een ingeving. Weet je, ik kan het ook. Wat wil dit doen? Kijk. En dan maak je je doily. Wat je normaal altijd zo meegeeft aan je Happy Meal en sneeuwmiller. Ik denk van, als ik het inkleur, wordt het ook wat gezelliger. Snap je wat ik bedoel? Meer kleurrijker. Meer lente. Ik
vind het meer lente nu. Het is ook lente. Ja. Weet je, dat, het is nu donderdag. Afgelopen zondag was, hoorde ik het... ja, ik kijk heel weinig tv, maar de laatste tijd door de zeegedoe. Kijk ik dan meer ochtendnieuws.